onze laatste spreker van vandaag, Chris van Duin, die over Fondazione Prada zal vertellen en dus erfgoed in een internationaal of althans Europees verband plaatsen. Oké, okay. Dankjewel. Ja, hou het nog even vol. Het is een beetje fris aan het worden. Ik heb de uitdaging om een architectuurproject te presenteren zonder plaatjes. Wij architecten zijn erg visueel ingesteld en er zijn wel plaatjes daar. Misschien kan ik het aan de hand daarvan een beetje gaan aanwijzen. Ik kan het ook simuleren. Misschien blijf ik een beetje warm. Het gaat om de laatste tijd hebben wij in het bureau steeds meer projecten waar het om oud en nieuwbouw gaat. En dat is ook een van onze interesses die we gedefinieerd hebben. Het eerste project dat klaar is, is het gebouw voor Fondazione Prada. Een maand later hadden we een tweede project klaar in Moskou. Ook een museum toevallige wijze. Ook een preservation project. En we zijn met nog een aantal bezig. Ik ga met name hierop richten vandaag. Even achtergrond. Wij zijn al sinds de jaren 15 met Prada bezig. Wij hebben een aantal winkels gedaan. En andere projecten. En in 2007 kwam Prada, dus is Mircea Prada en Bratelli, dat zijn de twee eigenaren, naar ons toe en die zeiden van, en we hebben een privécollectie die een beetje uit de hand is gelopen en inmiddels hebben we een paar tentoonstellingen gedaan en dat ligt maar ergens in een groot archief. En we hebben sinds een paar jaar een oud complex in net aan de rand van de stad van Milaan gekocht. En dat is opslag. En dat bestaat uit 10 gebouwen. En wellicht kunnen jullie het een met het ander combineren. Zo zijn we begonnen met het project. Dus we hadden geen programma van eisen, zoals je dat noemt. Geen brief. Ze hadden geen idee wat ze wilden. Of ze een museum wilden of iets anders. Dus we zijn begonnen vanuit de gebouwen. De gebouwen die we gevonden hebben. En het is een... Ik ga er even bij staan, dan snappen jullie het misschien iets beter. Dit is het project. Het zijn in principe 10 losse gebouwen. Jongens, gaan jullie alle 3 in het midden staan? Dat kan ook, misschien gezelliger. Ja. Toen wij kwamen, we vonden 10 oude gebouwen die als een soort van ommuurde stad net aan de periferie van het centrum van Milaan lagen. En die 10 gebouwen waren allemaal zo gebouwd in de afgelopen 100 jaar en hadden allemaal een soort van middelmatige kwaliteit. Maar één kwaliteit die erin schuilde was eigenlijk de plek, de samenstelling, de compositie. Het feit dat het een kleine stad was eigenlijk. En we hebben... Omdat Prada al 5-6 jaar een beetje geïnvesteerd had en een beetje geverfd en een beetje gestuukt. Afgesproken dat we proberen zoveel mogelijk te bewaren. En we gaan daarmee gewoon aan de slag. Dus de spelregel was eigenlijk, we gaan niks afbreken tenzij we een hele goede reden hebben. En die reden hebben we zo gaandeweg samen met de opdrachtgever bedacht. We zijn aan de slag gegaan met hun collectie. Ze hadden een collectie van 60 jaar schilderijen, Fontana's, Damien Hirst's, grote eenmalige shows die ze georganiseerd hebben. En we hebben geanalyseerd van wat zijn de omgevings die zij nodig hebben daarvoor. En natuurlijk is een industriële... Een heel gebouw, een heel dankbare tentoonstellingsplek voor kunstenaars. Het is eigenlijk een zeer weinig kritische omgeving voor een kunstenaar om zijn kunst neer te zetten. En zo ook de witte box. De witte box, alle musea, directeuren, curatoren, die willen eigenlijk een witte box hebben, want dat is ook neutraal en dat kunnen zij helemaal controleren. Maar de Fondazione Prada stond daar heel anders tegenover. Zij wilden juist dat de kunstenaars en de curatoren uitgedaagd werden. En zij zeiden van, geef ons alsjeblieft geen witte box. En die industriële ruimte, die hebben we, maar alles wat je anders doet, alles wat je erbij bouwt, moet anders zijn. Dus, om een lang verhaal kort te maken, wij hebben de bestaande gebouwen zoveel mogelijk gelaten voor wat ze zijn en alleen toegevoegd wat nodig was. En wat nodig was, was een gebouw voor tijdelijke tentoonstellingen. Dat is dit museum geworden. En
Een museum voor tijdelijke tentoonstellingen heeft namelijk hele specifieke eisen ten aanzien van de verhoudingen, de ruimte, maar de kwaliteit ook van de binnenruimte en dergelijke. Dus dat is het museum. Ze hadden een ruimte nodig waar ze hun grootste, meest speciale tentoonstellingselementen die speciaal voor hun ontworpen zijn, zouden neerzetten. Dat hebben we hier in de toren gedaan. En ze hebben ook een hele collectie films en andere media. Ze organiseren veel events. Dus we hebben ook een gebouw ontworpen wat juist heel flexibel is. En dat is eigenlijk het gebouw hier in het midden. Dus dat zijn eigenlijk de drie interventies die wij... Het wordt een beetje lastig. Dus dat zijn de drie elementen die we toegevoegd hebben. Voor de rest hebben we dus gezegd, en dat was eigenlijk ook heel interessant, dat de kracht van die bestaande gebouwen is niet zozeer de architectonische kwaliteit, maar de authenticiteit van de ruimte. Dus de bestaande loodsen, die eigenlijk allemaal cementachtig afgewerkt zijn en niet geïsoleerd, enkel glas, stalen kozijnen, tocht, lucht, geen airconditioning, helemaal niks, die hebben we zo gelaten. Dus omdat dit een privémuseum is en het dus een eigen collectie is, zijn zij in staat om de kunst ook in deze omgeving tentoon te stellen. Het argument was de hele tijd, de schilderijen die in Venetië hingen in 1500, 1600, die hingen er ook in weer en winter. En er was alleen een open haard en er was geen airconditioning en geen luchtvochtigheid die gecontroleerd werd. En dat is jarenlang goed gegaan. Dus waarom zou moderne kunst, wat eigenlijk niet meer is als wat metaal en steen en beton vaak, dat niet kunnen? En dus dat lef hebben zij getoond. Dus wij hebben die bestaande gebouwen zoveel mogelijk ook echt zo intact gelaten met enkel glas en voor de rest geen isolatie. En alle nieuwe gebouwen hebben we natuurlijk voorzien van de hoogste kwaliteit van alle systemen en veiligheid en alles wat je maar kan bedenken. Het enige was dat in die tussentijd dat wij begonnen waren met naar het project kijken en het moment dat wij gingen bouwen, er een aardbeving is geweest in Italië. En het betekent dus dat zij ook de eisen ten aanzien van de constructie hebben aangepast. Dus toen wij aan het bouwen waren, toen bleek het moment dat wij ook maar één steen gingen aanraken, dat wij moesten voldoen aan andere eisen. Dus we hebben alle gebouwen, één voor één, moeten onderzoeken of ze stevig genoeg waren. En daarvoor hebben we eigenlijk een vormentaal ontwikkeld die waarbij alle toevoegingen die we gedaan hebben, dus constructief, ook in een andere taal zijn gedaan. Dus we hebben allemaal stalen profielen zichtbaar geplaatst waar mogelijk, die de gebouwen hebben verstevigd. En dus zo een laag toegevoegd aan de bestaande gebouwen, zodat je kan zien wat was authentiek en wat is nieuw. Om zo die authenticiteit te bewaren en te zorgen dat niet het cement zeg maar, voorzien is van een nieuwe, sterkere laag. En ja, zeg maar, zogenaamd onzichtbare verbeteringen zijn gedaan. Dus dat was onze houding in de oude gebouwen. Maar ja, misschien ben ik eigenlijk een paar stappen al te ver gegaan. Veel meer dan... Wat Van der Zonne Prada doet in de manier zoals hij kunst tentoonstelling is proberen geen conventionele tentoonstellingen te maken, de conventies voorbij gaan. En zo wilden we dat in architectuur ook doen. Dus we wilden niet een soort van oud-nieuw clash doen van dit zijn de oude gebouwen en we gaan een contrast vormen. En we maken daar mooie zahadietachtige shapes van en je hebt de natuurlijke moderne architectuur ontmoet de oude gebouwen. We hebben geprobeerd om juist door het hele project heen te werken en relaties tussen oud en nieuw te scheppen die verder gaan dan alleen het traditionele contrast. En dat hebben we geprobeerd te doen op de schaal van eigenlijk het hele complex. Dus die 10 gebouwen en niet de gebouwen afzonderlijk. Dat hebben we geprobeerd op verschillende manieren. Alle technieken hebben we erop losgelaten. Visueel, fysiek, qua materialen, qua route. En een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat wij op het moment dat je de trein binnenkomt, dat gaat via dit hek,
wilden we eigenlijk een zichtrelatie leggen door het hele complex heen. Zodat je een gevoel hebt van de verschillende lagen die aanwezig zijn in het project. En een gevoel krijgt voor de schaal. Want eigenlijk is de schaal heel interessant, omdat het dus zo'n beetje zo'n kleine binnenstedelijke schaal heeft. Dus we hebben bijvoorbeeld in het museum, wat hier staat, dat bestaat uit 2 etages. Dat is een glazen box, dus je komt binnen en je ziet gelijk de tentoonstelling. Je komt niet binnen in een ruimte waar je de tickets koopt en waar je jas op hangt en waar je naar de wc gaat. 2 plaatjes? Ah. Maar je ziet de tentoonstelling, het is die vitrine. En die vitrine is dus een ruimte van 30 bij 30 meter en daar kijk je ze dwars doorheen. Wow. En wat wij gedaan hebben is die ruimte van 30 bij 30 meter, die is 5 meter hoog, geprojecteerd dwars door het tweede gebouw. Dat gebouw heeft een gesloten gevel, maar dat zijn deuren van 30 bij 5 meter. Het zijn hangaardeuren die aan 2 kanten open kunnen. Dus als je binnenkomt kun je door het eerste gebouw heen kijken, door het tweede gebouw heen kijken. En ook in het derde gebouw hebben we gaten gemaakt zodat je visueel relaties krijgt. Dat is dus een hele directe, rechtstreekse relatie tussen die gebouwen. Anderzijds hebben we in de andere richting bijvoorbeeld een oude ramen gevonden in de buitengevel die dicht waren. Die hebben we weer geopend. Dat zijn 3 grote boogramen. Dat zijn deze. En die hebben we geprojecteerd door alle nieuwe elementen heen. Dat betekent, en het is een beetje moeilijk uit te leggen zonder die plaatjes, dat die boogramen een soort motief zijn die ook in de nieuwbouw zijn gebruikt. Bijvoorbeeld de liften zijn daar geïnstalleerd, de trappen. Op verschillende manieren hebben we die bogen geïnterpreteerd om zo een relatie tussen oud en nieuw te leggen. En dat gaat ook nog veel verder. We hebben delen van bestaande gebouwen ingekapseld. We hebben delen van bestaande gebouwen opnieuw gemaakt en versterkt. Maar dus ook de oude gebouwen hebben elementen overgenomen van de bestaande gebouwen en vice versa. Ik kan er nog veel, veel verder over gaan. Maar, bij de borrel. Bij de borrel, oké. Okay. Nou ja, één ding ontkom ik waarschijnlijk niet aan, want dat is eigenlijk het meest besproken last minute idee wat we hadden. We hadden qua materialisering ook geprobeerd een evenwicht te krijgen tussen oud en nieuw. We hebben dus heel veel van de bestaande gebouwen hebben die cement, grove cement, stuk. En wat we wilden is een materialisering voor de nieuwe gebouwen er tegenaan zetten die past. Die eigenlijk eerder nuances zijn dan contrasten. Dus de toren die is in wit beton, glad. Dat is de gevel en het loopt helemaal naar binnen, plafond en wanden. Alles is in wit beton. Hetzelfde materiaal, maar andere kwaliteit. En we hebben een aluminium foam voor het museum, wat eigenlijk uitziet als een hele grove steen. Soms mat, maar soms glanzend als de zon erop schijnt. Maar we vonden eigenlijk het geheel nog een beetje saai. Omdat dat grauwe grijze van die bestaande gebouwen, dat zie je in de hele stad. En we wilden ook de bestaande gebouwen nog even zichtbaar maken. Zoals ook hier dit terras het bestaande gebouw even vanuit een nieuw perspectief laat zien wat eigenlijk de kwaliteit is. En we hebben gezocht naar kleur. We hebben geverfd, groen, bruin, allerlei kleuren. En 1 gebouw gepakt die er een beetje uitspringt, omdat het meest verticale element is. En dat is dit gebouw, dat noemen we de Haunted House. Dus een beetje het spookhuis. Wat eigenlijk centraal ligt in de hele circulatie in het plan. Dus dat is een beetje een zwarte box in Mekka waar je omheen cirkelt. En na heel veel testen met goudverf en dergelijke hebben we uiteindelijk besloten om met bladgoud het geheel te bekleden. Dus we hebben het hele gebouw van 4 etages is bekleed met bladgoud. Dus de gevel, de stuk, maar ook de hemelwaterafvoer en alles, de kozijnen. 3 kilo goud in totaal. Dat is maar een klompje goud. En het mooie is dat je de hele stuklaag en alle imperfecties van het gebouw nu meer leest met goud als zonder goud. En dat goud, en dat eigenlijk dus, het gewone weer bijzonder maakt. En op die manier het gewone ook weer onderdeel laat maken van het project. Het mooie ook is dat afhankelijk van de zon, de gebouwen geïnfecteerd worden met die gouden gloed. Dus als je 's ochtends op het terrasje zit van de bar, dan opeens baat je in het gouden licht. En aan het eind van de middag dan sta je in het museum en dan komt daar die gouden gloed naar binnen en neemt je mee. Dus,
prachtig. Sorry voor mijn warrige verhaal, maar kijk het maar op internet. En dan, prachtig. Ja. Okay. Eigenlijk had dit kamertje hier van Tataru Atsu ook verguld moeten zijn. Zeker. Net als de Winfa. Die is al verguld. Chris, wat een prachtig project om te laten zien hoe oud en nieuw in elkaar kunnen overlopen. Ik hoop dat we allemaal snel in Milaan kunnen gaan kijken. Dankjewel. Chris van Duin van OMA.